was 8-9 jaar met Jordi Simon met de hoofdstop. Achtervolgd door Isaac Martens en zo. Dus hier zit nog iemand tussen. Of is het dan schouder? Wie gaat daar op langs de aantrekken? Het is toch toch Martens die dan de sterkste lijken zijn. Voor een 172 plaats van Nieuwen. En dan Kian Prins. Heel erg al heel erg sterk. Maar er zit nog een man tussen van het LNB. En ik zet op Spin van Brussel, denk ik, die daar mee gaat komen. Ja, het is Spin van Brussel. Wat gaat Van der Haven doen? Kan hij ook nog aansluiting vinden? Maar goed, hij gaat ze laten doen. 3, 2, 3 en 4. Daar gaat de spannen zien. Kan Van der Haven daar misschien van profiteren? Of gaat hij er niet op? De winst gaat er niet van de Simons toe.